televisie. Televisie stelt je in staat om thuis, in je eigen huis, vermaakt te worden door mensen die je nooit over de vloer zou willen hebben. U zit thuis en kijkt naar ons. Tot overmaat van ramp. Ze kreeg les van onder andere Janine Kitsen. Op Koningsdag zong ze bij Omroep Max het prachtige Nella Fantasia. En sindsdien kent heel Nederland haar. Ze is pas 17 jaar. Ze komt uit Kerkrade. Ze heeft een stem als een klok. Floor Bosman. Lieke Benders. Ken je toch? Ja, woonde in Heerlen, theaterproducent. En met haar gezelschap Hoge Fronten maakt ze heel veel voorstellingen die gebaseerd zijn op het thema stilte. Stilte. Een begrip dat tijdens de afgelopen periode een heel nieuwe betekenis heeft gekregen. Al vanaf 2017 ben ik als theatermaker aan het werk aan het project Stil. Dat zijn een reeks performances, installaties en locatievoorstellingen met als thema's stilte en stilstand. Ik had nooit kunnen bedenken dat de wereld in 2020, in mijn stil finale jaar, zelf tot stilstand zou komen. Als er iets is dat ik van al die jaren werken met dit thema heb meegenomen, is dat stilte geen doel op zich is, maar het is een middel. Het zorgt ervoor dat je anders naar de dingen gaat kijken. De afgelopen maand zouden we op uitnodiging van Cultura Nova en in samenwerking met de Europese culturele hoofdstad 2020 Rijeka in Kroatië een aantal performances hebben gepresenteerd. We waren er eigenlijk al aan het werk in een klein dorpje van ongeveer 1000 inwoners, genaamd Mrkopalje. Alles was voorbereid en we verheugden ons op het weerzien en het samenwerken met de dorpelingen. Maar het ging niet door. We gingen kijken naar wat we wel hadden en wat we wel konden maken. En creëerden zo een online performance. I am theater director Lieke Benders. And at this moment I am in Heerlen. That's in the south of the Netherlands. Een virtuele wandeling door Mrkopal. Op vrijdag 5 juni om 8 uur kun je mee. Als toerist.
Vanuit je woonkamer. Op reis terwijl je stilstaat. Meld je aan bij Hoge Fronten en dan krijg je de instructies via de e-mail. Je gaat met je iPad of je iPhone op pad en hoort zo de bijzondere verhalen van de inwoners van Murkepal. Je maakt bijvoorbeeld live kennis met de plaatselijke jager of de muzikanten uit het typische tamboratieorkest of de plaatselijke kerkkoordirigent. Ze zijn aanwezig op het moment zelf in Kroatië. Alles is in het Engels, zodat alle mensen van over de hele wereld elkaar konden ontmoeten. In het kleine plaatje Murkepal. Ga je mee? In the mint greenhouse, at the end of the street, lives Vesna. She might be here, but she's more often in her garden in the middle of a wild forest, just a little outside Murkepali. She will take you to her own heaven on earth, to hunt for mushrooms and drink homemade berry wine. De beroemde Franse schrijver en filosoof Marcel Proust schreef bij leven een vragenlijst. Een vragenlijst ten einde zichzelf en zijn omgeving beter te leren kennen. Een aantal van die vragen die stellen wij aan bekende Limburgse kunstenaars. En vandaag doen we dat met Sef Tisse, sterbariton van onze provincie. Sef, kijk eens naar jezelf en wat zie je? Ja, ik zie een zanger die heel graag het podium zou willen bestijgen en dat helaas niet kan op dit moment. En dat is jammer, maar dat is de tijd waar we in leven. Voor de verdere zie ik ook iemand die wel heel veel rust voelt. Want dat is ook wel een voordeel van deze tijd. Normaal als je hier zit, wat gebeurt er dan in je hoofd en in je lichaam? De gezonde spanning. Dat is heel raar. Het is altijd zo'n moment dat je denkt van, oh mijn god, waarom doe ik dit? En kan ik het wel? En lukt het wel? En allemaal die vragen die je dan zelf afstelt. Heb ik het genoeg goed voorbereid? Noem maar allemaal op. En dat maakt dat gelukkig nog altijd plaats voor het moment dat ik denk, en nu wil ik dat podium op. Ik wil dat nu gaan doen. Mm-hmm. Is dat nou je hier zit, is dat nou een gevoel dat meteen weer terugkomt, nou je in een theater bent en in een kleedkamer zit? Nee, weet je wat bij mij heel erg is, en dat is best wel raar. Ik heb zo'n een hele lichte vorm, iets van dwangneurose. Dus zal maar zeggen, als ik iets aanraak met mijn rechterhand, dan moet ik dat ook met mijn linkerhand doen. Ja. En dat is heel erg, want ik kan dat, zal maar zeggen, in real life kan ik dat heel goed managen. Ja. Maar op het moment dat ik dus in theater ben, en bijvoorbeeld in het kleedlokaal, dan ga ik mezelf de vraag stellen, ja, maar waarom zou ik het niet doen? Want straks gaat het niet goed en dan heeft het misschien daaraan gelegen. Ja. Wat is eigenlijk jouw allergrootste angst? Ja, ik leef totaal niet in angst. Nee? Nee, ik ken het ook niet. Ik vind het ook zo'n slechte raadgever. Ik kan er niks mee. Het gevaar natuurlijk van niet angstig zijn kan ook wel eens zijn, of althans dat herken ik wel eens bij mezelf, dat je overmoedig wordt. Omdat je geen angst kent. Is dat iets wat je herkent? Ja, zeker. Zeker. Als ik dingen van mij terugzie die bijvoorbeeld jaren geleden opgenomen zijn. En zeker in de beginfase, als je begint en die eerste keren dat podium bestijgt en dergelijke, dat ik denk, mijn god, hoe heb ik dat gedurfd? Ja. Wetende wat je nu weet, dat je dat toen gedurfd hebt. Dat vind ik wel een overmoedigheid, ja. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, alles wat we doen, dat hebben we ook nodig om te zijn wie je bent. Ja, want misschien wel je meest grootste en overmoedige beslissing was om eigenlijk op betrekkelijk late leeftijd die switch te maken om zanger te worden. Ja. Weet je nog precies welk moment dat was dat je die beslissing nam? Waar was je toen en wat maakte dat je die beslissing nam? Ik was in Praag geweest met de Han Koreneef en het hele team voor mijn cd op te nemen. En ik was er gewoon thuis actief in het bedrijf. En toen kwamen wij terug van Praag en ik had dan met dat prachtige orkest en alles die muziek opgenomen. En toen kwam iemand bij mij op kantoor en zei van, en hoe was het? Ja, leuk. Moet heel even kijken, want die klant moet dit en we zitten bij die klant met dat. En dat zouden we. En ik dacht echt, ik zit in een verkeerde film. Ik moet hier weg. En toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik echt een dialoog met mezelf gehad. En toen wist ik het zeker. En toen voor de spiegel? Ja, voor de spiegel. Dus eigenlijk deze setting. Gewoon, wat wil ik zelf? Ja. En toen wist ik één ding zeker, dat wil ik niet meer. Mm-hmm. En ik denk, dat moet ik het gewoon doen. Jij komt uit Venlo. Ja. Je bent Venlonaar van het jaar ooit geweest. Klopt. Maar waar zou je nou echt graag willen wonen?
Ik reis heel graag. Iets wat ik vroeger nooit deed, doe ik nu wel. Mm-hmm. En ik moet in alle oprechtheid zeggen, Servé, dat als ik dan bijvoorbeeld een maand door Europa aan toeren ben, hoe mooi ik dat allemaal vind, of dat ik het reizen ben voor mijn werk. Het hoogtepunt is toch altijd als ik weer gewoon het Wilhelminapark binnenrij en in mijn eigen huis kan stappen. Sentimenteel klinkt het bijna. Ja, is dat zo? Ja, dat weet ik niet. Ben je een sentimentele man? Ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Nee, ik bedoel, ik heb niet veel nodig om de tranen te laten lopen. Maar ik denk dat dat ook inherent is aan het vak wat we hebben. Wat is nou nog een brandende ambitie die je hebt? Wat ik heel mooi vind, is om mijzelf te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. Omdat ik het niveau waar ik nu sta, dat zie ik ook niet meer als een platform om uit te kijken naar hogere doelen. Maar het leven vier ik toch het liefste volgens de filosofie van Goethe. Man reist ja niet om aan te komen, sondern om zu reisen. Dankjewel. Want eigenlijk heb je in het slotje mijn laatste vraag of je een motto of een adagium had. Maar we reizen niet om aan te komen ergens, maar om het reizen zelf. Absoluut. Dat is het leven.
Daddy Unchained. Veel te hip om door mij fatsoenlijk afgekondigd te kunnen worden. Als u goed luisterde, hoorde u natuurlijk dat ze geïnspireerd zijn door bijvoorbeeld Rage Against the Machine en Limp Bizkit. Heel Amerikaans, maar ze komen gewoon uit Maastricht. En ze zijn nog heel jong, 15, 16 jaar. Als ik Jan Smees was, dan wist ik het wel. En waar is Cervé? Die is in Venlo en gaat op zoek naar de vieze plaatjes van A. te Haas. Daar wil ik wel meer over weten. Aad de Haas. Oorspronkelijk komt hij uit Rotterdam. Hij heeft een bijzondere band met Limburg. Hij maakte ooit anti-Duitse kunst, werd gevangen genomen, ontsnapte en kwam hier in onze provincie terecht. 100 jaar zou hij dit jaar zijn geworden. Reden voor maar liefst 3 overzichtstentoonstellingen. En hier in het Limburgs Museum een tentoonstelling over zijn religieuze en zijn erotisch werk. Als je aan een Limburger die een beetje geïnteresseerd is in kunst en cultuur vraagt, ja, A. te Haas, dan komt eigenlijk altijd die religieuze kunst. Hè? Komt dat ook in die tentoonstelling? Zeker, dat is natuurlijk wel een kenmerk van zijn oeuvre. Maar er is een ander kenmerk, en dat hij ook heel erg geïnteresseerd was in erotiek. Is het erotiek of is het zelfs wel pornografie? En daarvoor hebben we ook een aantal werk van in collectie hier bij het Limburgs Museum. En beide laten we zien. Want beide gaan het ook over de machtsverhouding. De machtsverhouding van de gelovigen binnen een kerkelijk genootschap. Maar ook de machtsverhouding in de relaties tussen man en vrouw. En daar heeft hij in de laatste fase van zijn leven heel veel werk over gemaakt. Die eigenlijk nog nooit te zien is geweest. En nu wel voor het eerst te zien is. Als ik het goed begrijp, had in de laatste fase van zijn leven 9 schetsboekjes, ja, aan zijn dochter gegeven. En gezegd: laat dit niet zien, anders hakken ze mijn kop eraf. Want het was zo compromitterend. Wat blijkbaar, in ieder geval zoals hij dat zelf zag. En het is nu ook aan het publiek, om dat hier nu in het Limburgs Museum zelf ook te komen beoordelen. Of je daar nou een punt in had of niet. Of het erotiek is, of het een persoonlijke verbeelding is van zijn eigen lust, zijn eigen persoonlijke verhouding tot seksualiteit, tot machtsverhoudingen. Dat het ook een heel mooi zelfstandig werk is. Hoe kan dat eigenlijk? Of dat je aan de ene kant, het was echt een religieuze kunstenaar, vrome, en ja, dat is het beeld wat er over. Maar er is dus een enorme uitlaatklep die hij ook nog nodig had in die pornografische schetsen. Ja, misschien hangt het wel met elkaar samen. Ja, waarschijnlijk. Ja. Is het ene echt een vurige reactie, ja, op het andere. Ja, nee, maar ook als de tentoonstelling wordt opgebouwd, dat zijn de mooiste momenten. Oh ja, ja. Als die kisten opengaan, wat komt uit die kist? Onder het toeziend oog van A. te Haas zelf kunnen we nu in zijn eigen vieze boekjes. Zijn schetsboekjes. Zijn schetsboekjes, ja. Dit zijn er 9. Het zijn even opeenvolgende beelden. Nou, dit is nog wat vrij decent. Maar hier gaan ze al wat explicieter. En, de daad, hè, die, ja, vrij expliciet hier verbeeld wordt. Maar goed, dat is wel wat hem fascineerde, waar hij mee bezig was en waar dit ook een uitlaatklep, ja, voor hem was, om zich in die schetsboekjes te uiten. Dit voelt, hè, als we hier staan en in die, mm-hmm, schetsboeken kijken, ook best wel een beetje, het voelt ook een beetje verboden. Ja. Voel je eigenlijk een soort van persoonlijke sensatie als je in die wereld, in die hele persoonlijke wereld, ja, ja, van zo'n kunstenaar duikt? Ja, het is eigenlijk heel intiem. Hè? Ja. Dat je eigenlijk iemand die je niet kent, niet gekend hebt, hij is al bijna 50 jaar overleden, maar dat je via zijn werk wel heel dicht bij de persoon komt en bij zijn roerselen waar hij mee bezig was. Voelt het wel kies? Voelt het verantwoord om dat te doen? Ja, daar heb ik wel goed over nagedacht. En je denkt ook goed na van wat presenteer je, maar vooral ook hoe presenteer je, ja, dan en ook in welke context je het presenteert. En wat je naar streeft is om gewoon recht te doen aan de kunst en recht te doen aan de kunstenaar. Ja. Nog belangrijker. Want ja, het gaat en dit over hoorde iemand ook bij A. te Haas. Ja, heel erg. En hij heeft zijn goed vertrouwen aan zijn familie nagelaten en goed overleg met de familie ook in deze collectie van het Limburgs Museum terechtgekomen. En we hopen dat op een goede manier te presenteren. Ja, we zijn hier op het slotstuk van de tentoonstelling. Dit is de tunnel waar aan de wanden al het erotische werk van A. te Haas wordt gepresenteerd. En ook niet alles in één keer
te verklappen, komen er ook doekjes voor te hangen, waar men dus al naar gelang naar eigen keuze één voor één de werken kan aanschouwen. Dus dat is een soort piepshow, Bert. Wel wat handschoentjes aan. Om 10 uur 's avonds kwamen die twee oude mensen het café binnen. De boekhouder had het toen al lelijk op zijn heupen en stond uitvoerig te zwetsen bij de tapkast, waarachter de kastelein kritisch zwijgend de glazen spoelde. Hij heeft het niet zo op de boekhouder. Hij vindt hem veel te luid. Je mag je wel laten vollopen in zijn zaak, maar dat moet zwijgend gebeuren en met een nog net coherent goedenavond heren eindigen. Dat is een ongeschreven wet. Maar die boekhouder wordt alleen geduld omdat hij zo'n goed klantje is. Als hij om 6 uur zijn werk achter de rug heeft, dan komt hij binnen. Dan kun je de klok op gelijk zetten. Hij heeft dan een zekere plechtigheid en is nog helemaal de gereserveerd zwijgende, iets wat gehinderde heer waarvoor hij in zijn beroepsleven doorgaat. Maar wel een heer aan de rand van de fontein die zijn dorst zal lessen. Hij begint altijd met een pilsje. De bestelling van de eerste borrel ontvalt hem 5 minuten later, als een achterloosheid. Maar met die eerste begint een ketting waaraan hij 's avonds om 10 uur nog staat te rijgen. Hij is dan een volkomen ander mens geworden, geheel bevrijd van de reserve die hem overdag kwelt als een paar te nauwe schoenen. Zijn gezicht, enigszins gezwollen, straalt van het onbekommerde geluk dat de drank in hem aanricht en zijn luide, metaalachtige stem praat en praat tegen iedereen die niet tijdig weet te vluchten. Zijn hele discours vult het café, want de stoot van tienen bestaat uit zwijgzame mannetjes die het uitlaten van een corpulente hond met een stil neutje combineren. Die twee oude mensen kwamen om 10 uur binnen. De vrouw voorop, met ere grijs. De man, een kleine, dunne opa met een zeer kippige bril, bibberde makkelijk om te duwen achter haar aan. Ze hadden de ontwapenende allure van mensen die hun leven naar beste hebben opgebruikt en nu nog maar zo'n beetje rondscharrelen, in goed vertrouwen wachtend op het eind. Ah, daar hebben we moeder, riep de boekhouder met een schelle, baldadige stem. Moeder is een avondje uit. Moeder wil naast een jong ventje zitten. Ja, dat weet ik wel hoor. Moeder wil ook wel eens een groen blaadje. Nou, ik maak het wel voor je in orde. Wacht maar, even een stoeltje vrijhouden hoor. De oude vrouw was een beetje beduust van al dat onverwachte feestgeschreeuw op de kruk geklommen. De boekhouder nam een van zijn gulpende slokken en riep met een volkomen ontspannen grijns op zijn ronde gezicht. Pas nou op moeder, hou die tweede stoel nou vrij, want anders komt die ouwe weer naast je zitten. Even keek het vrouwtje naar haar verkreukelde echtgenoot. En toen zei ze met een stem vol naïeve trots: hij ligt straks naast me.